Eindelijk is het zover. De eerste groene daken liggen erop. Een jaar geleden werd het idee geboren. We wilden de natuur terugbrengen in sociale woonwijken. En om dit toegankelijk te maken voor woningbouwcorporaties, moest het betaalbaar, circulair en een feestje voor de wijk zijn. En zo ontstond Roef. Een slim, groen dak met zoveel voordelen. Ik denk, als je aan een willekeurig iemand vraagt, hoe ziet jouw ideale leefomgeving uit? Kan ik me haast niet voorstellen dat hij zal zeggen, het moet grijs zijn, er moet veel beton in zitten. Nee, die willen groen, die willen vogels, die willen vlinders. Ja, dat is iets wat zeker is. Kijk, als gemeente Eindhoven hebben wij natuurlijk de verantwoordelijkheid om flink te vergroenen. We moeten vergroenen. De stad is veel te grijs. Met dit dak heb ik ook het gevoel dat mijn huis daaraan bij gaat dragen. Het was een harte wens. Wij hoefden inderdaad niet lang over na te denken. Het paste bij ons gaan, dachten we. En wij als aannemer moeten daar ook iets in betekenen. En we kunnen er iets in betekenen. We zien natuurlijk in Nederland dat we daar een gigantische opgave hebben. Dat huizen geïsoleerd moeten worden, dat er alternatieve energieopwekking moet zijn, maar ook dat er gewoon een tekort is aan groene en biodiversiteit. En Roef geeft antwoord eigenlijk op al die thema's. Maar deze oplossing past op alle fronten bij onze doelstelling die wij hebben als het gaat om verduurzaming. Er liggen 16 zonnepanelen op, het bergt water op, het is temperatuurverlagend in een binnenstad. Het is goed voor de wijk, het is goed voor het klimaat en het is goed voor de bloemetjes en de bijtjes. We hebben kilometers dak in Nederland die hiervoor geschikt zouden zijn. En dit is, denken wij, een relatief eenvoudige manier om te verduurzamen en op grote schaal uit te rollen. Ik hoop dat het niet bij een pilot blijft, maar dat Trudeau, maar ook andere corporaties of andere ontwikkelaars het breed gaan uitrollen. Wij zien ons dan echt als leverancier. De woningbouwcorporaties kunnen dit dak aanschaffen, maar dan kunnen zij het zelf met hun eigen partners leggen. Ja, ik ben er enthousiast over en wij zijn serieus aan het nadenken om het ook bij andere projecten te gaan doen. Ik zou zeggen, volgens mij geen enkele reden waarom we dit niet verder in de stad willen uitrollen. Heel Eindhoven een groen dak, ja, zou prachtig zijn.